Wat super gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Lieke Wiemans en ik heb mijn eigen YouTube kanaal waar ik regelmatig video's post over fashion en beauty. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie, namelijk een paskamer shopvlog. Ik neem jullie mee naar Eindhoven, want het is shopping time. Heel veel zin in. Heb je ook zin in deze video, dan vast even je duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van al mijn shopvlogs en video's, abonneer je dan alvast even, zodat je niks meer hoeft te missen. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Hoe leuk is deze jas? Echt zo tof met die glitter. En ik zie hier sowieso ook al hele toffe schoenen staan. Zwart met een hele aparte hak. Ik ben nu in het pashokje bij Zara en ik heb echt zoveel items gepakt. Ik ga ze heel even aan jullie laten zien. Allemaal leuke items voor herfst, winter weer. We worden weer lekker truien en fluffy dingetjes. En ik wilde jullie heel even laten zien wat ik nu aan heb. Ik heb een heel leuk vest aan, een soort van jas van Beaumont. En dit is de outfit die ik nu gewoon zelf aan heb. Dit is een trui, echt super leuke, van Kikiriki. En een riempje van Zara en een rokje van Lofty Manor. Oké, dit vind ik echt meteen al super leuk zo staan samen. Dit is een heel leuk topje, die kost €17,95. En die heeft aan de mouwen zo van die froezels. Verder gewoon super simpel. Zo'n hals, dus dan vind ik dat wel leuk om gewoon van die kettingjes erbij te dragen. Maar in combinatie met dit outfitje vind ik hem meteen echt al heel erg leuk. En dan de achterkant is hij zo. Wat vinden jullie? Deze trui vind ik echt gewoon zo chill. Dit is echt gewoon een super fijne witte trui die je echt gewoon lekker makkelijk met alles kan combineren. Zo vind ik het gewoon al heel erg leuk staan met het rokje en laarzen. En wat ik wel leuk vind, hij heeft aan de achterkant een detail. Lastig om aan jullie te laten zien. Kijk, zien jullie het? Hij heeft achter zo'n strik. Ik heb net heel even gekeken, hij is €30. Ik twijfel een beetje, want hij is wel leuk. Maar niet heel speciaal ofzo, dus niet echt een must-have. Hij is wel gewoon heel fijn, maar twijfels, wat denken jullie? Zou ik deze wel gaan dragen? Lastig. Het volgende topje. En toen ik dit zag, dacht ik eigenlijk, toen ik hem zag hangen, dacht ik heel erg leuk. Maar nu ik hem aan heb, vind ik hem echt bij mij een beetje te degelijk ofzo. Snappen jullie wat ik bedoel? Ik voel me echt zo'n schoolmeisje. Misschien komt het door het printje. Dit vind ik dan wel weer heel leuk, die glitters. Bij dat kraagje, dat vind ik wel iets hebben, maar gewoon het ruitje en het model. Nee, niet echt iets voor mij. Nee, die ga ik meteen uit. Dit shirtje is €16. Echt super goedkoop. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij heeft net even dat geborduurde hier zo. Wel heel erg tof in zwart. En ik heb best wel weinig witte shirtjes. Dus ja, dit is gewoon super makkelijk te combineren met een leuk jasje. Weer op dit outfitje staat hij meteen heel goed. Een leuk jasje en dan ben je meteen klaar. Dus dit vind ik echt een jee. Dit is echt zo'n super erg twijfel item. Ik vind hem wel echt tof. Het is echt een eyecatcher, maar mijn vriend gaat dit niet leuk vinden. Hij heeft echt een hekel aan dit soort printjes en bloemendingen. Het is gewoon een zwart jasje en hij is echt heel zacht. Het is echt van lekker velvet stofje. Mooie mouwtjes, maar hij is gewoon wel ook van de achterkant helemaal bedrukt met dit printje. En het kraagje ziet er zo uit, gewoon wat korter. Hij heeft ook geen knoopjes, maar je doet hem gewoon zo dicht. En hij is €70. Wat vinden jullie? Het is wel echt een eyecatcher. Maar ik weet niet of ik dit veel zou gaan dragen. Ik moet heel even kijken wat er tussen de andere items nog zit. Ja, oh my god. Ik vind deze zo leuk. Toen ik hem zag hangen dacht ik echt al meteen, dit is echt iets voor mij. Heel erg mooi bruin bontjasje. Ja, ik denk wel dat het gewoon nepbont is hoor. Maar... En deze is ook gewoon heel erg leuk. Allemaal van die glitters zitten er op de mouwen. Zien jullie dat? Dit is zo mooi. Ik word hier helemaal blij van. Maar hij is wel €100. Dus het is wel, ik heb niet echt een winterjas nodig. Dus hij is in ieder geval erbij. Ik moet even kijken of ik het wel ga doen. Maar ik vind hem zo schattig. Echt zo'n lekker knuffeljasje. Ik ga hem even dicht doen. Dan kan ik jullie laten zien hoe die dan. Ja, ik vind deze echt zo'n lekker warm jasje. En gewoon echt even net wat anders dan de andere jasjes door die glitters. Oh my god, zo leuk. Vinden jullie dit too much? Ik hou hier wel van. Het is een mooi kort modelletje. Ik zal even de rits iets meer open doen, want zo is het wel echt heftig. Zo. Hij is echt leuk. Oh, nu wordt het lastig, want deze is maar €50. Dat is meer een prijs voor een jasje van erbij, vind ik. En dit is echt zo'n teddybeerjas. Ook zo'n knuffeljasje. Echt zo super lekker zacht. Heerlijk, ik hou ervan. Hij is een beetje beige, grijzig. Kort modelletje ook. Zo te dragen. Echt meer een heerlijk dik vest. Zo voelt het eigenlijk. Zou het wel een jas zijn? Misschien is het niet warm genoeg voor een jas. Maar deze is echt tof. Nu wordt het lastig kiezen. Had ik jullie hulp maar even hier. Maar misschien laat ik het gewoon nog heel eventjes en dan beslis ik na plaats van deze vlog. Dus deze jas
of deze jas. En dan komt het dadelijk nog, om het nog moeilijker te maken, nog een roze bij. Maar misschien is die toch wel wat aparter. Alhoewel deze ook heel cute is. Dit is echt een lieke jasje. Echt super leuk. Heel erg mooi. Een beetje een camel kleur heeft hij. Met allemaal studs. Het is ook echt zo'n aparte jasje. En zo'n tof biker model. Hier zitten ook nog ritjes. Ik heb nog niet gekeken hoe duur die was. €80. Wat vinden jullie? Dit vind ik bij andere mensen altijd zo leuk staan. En nu heb ik het zelf aan. En ik vind het bij mezelf gewoon helemaal niet mooi staan. Op de een of andere manier. Nee, hoe duur is deze? €30. Nee. Dat vind ik echt voor mij even niks. Ik vind het idee wel grappig, maar... Nee. Kan ook, hè? Bij passen. Dan heb je leuke dingen en niet zo leuke dingen. Ik heb deze jas er al even over aangetrokken. En deze jas is €90. Hij is licht roze. Zien jullie niet zo goed in dit licht? Het is een beetje heel licht. Sorry hiervoor, komt door die lamp hierboven. Maar ik vind het model heel erg mooi. De kleur vind ik ook heel erg mooi. Maar het is niet zoiets van wauw voor mij. Ik vind het een beetje te... Ja, hij lijkt wel een beetje al op jassen die ik heb, zeg maar. Dus dan vond ik toch die andere twee leuker. De luxe items vind ik tot nu toe nog deze en dit jasje. En dan dit leuke vest. Ja, let even niet op deze combinatie, want dat is natuurlijk niks. Maar het was gewoon even snel om hem te passen. Zo'n vest zocht ik echt nog. Dus deze is zeker leuk. Het is een beetje een mooie, ja, beige-achtige lichtgrijze kleur. Deze is €50 en die is gewoon heel makkelijk te combineren. Lekker een beetje oversized. Heerlijk voor... Nou ja, ik heb net dus de item geshopt, maar ik loop nu dus weg en ik zie allemaal nog leuke panterdingen ineens. Deze is echt zo leuk. Hoekje, zoiets heb ik wel al. Oeps, maar ik vind deze ook echt heel tof. En hier nog meer panter. Echt panter, addict. Dit is trouwens ook heel leuk, die roze jas. Leuk stofje. Oké, lievers, ik ben heel goed geslaagd. Een beetje te goed misschien met weer allemaal leuke items bij Zara. Maar ik had zoveel leuke dingen gezien. Ik heb dat bruine jasje gekocht met die studs. Die vond ik echt super tof. Ik heb nog het zwarte topje gekocht en het witte topje. En ik was ook nog best wel erg aan het twijfelen over dat vest. Vond ik echt heel erg leuk. Wel gewoon basic, maar ja, lekker warm om aan te trekken. En ik was ook aan het twijfelen over die donkerbruine jas met die glitters erop. Dus laat zeker even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Nu sta ik voor de Primark, want wilde ik ook nog wel even naar binnen gaan. Primark shoppings. Ik heb nu alweer een heleboel dingetjes. Nu wel even boven kijken of ze daar nog wat leuks hebben. Hier is het wel iets chiller passen, want ik was meteen aan de beurt. Bij Zara duurde het echt vet lang. Ik heb ongeveer dezelfde jas gevonden als dat ik net heb gepast. Echt super leuk. Maar dan is hier de helft zo goedkoop. Dus ik hoop dat deze ook zo leuk zit. En ik heb nog een heleboel andere items die ik al even ga passen. Dus ben benieuwd. Let's do this. Ik zal even aan het twijfelen van, is dit nou een topje of een jurkje? Maar het is toch een jurk. Ik heb maat 40 aan, want het ging echt alleen maar maat 32, 34, 40 of 44. Dus ik heb 40 al even gepast. Zo vind ik het nog een beetje een zak, zou ik maar zeggen. Maar ik heb hier gewoon even mijn rokje onder aangelaten. Dus misschien als ik dit riempje even erom doe, dat het leuker is. Even kijken. Op zich vind ik het zo wel wat hebben met dat riempje zo in die taille. Maar het is geen wow factor of zo. Het is wel gewoon heel leuk. Hier is het een beetje doorzichtig. En allemaal met van die leuke bloemen erop. Ja, wel een modelletje voor mij. Oh, de mouwtjes zijn ook heel schattig. Dat zie ik eigenlijk nu pas. Wat vinden jullie? Ja, Dennis die houdt dus al niet van bloemenprint. Dus ik ben er echt voorzichtig mee de laatste tijd. Ik wil natuurlijk wel dat hij het ook leuk vindt. Deze jurk was net trouwens wel maar €17. Dus dat is helemaal niet duur. En de trui die ik nu aan heb... Ho, overbelichting. De trui die ik nu aan heb is €13. Ik vind dat wel erg leuk, zo dat geveterde op de mouw. En dan van die gouden sluitingjes. Maar ik vind de kleur een beetje raar. Echt een beetje van dat... Ik hou meer van crème, zo moet ik zeggen. Het is echt van een knalwit. Knalwit, kun je dat zeggen? Ja, vond ik die net toch bij Zara iets leuker, denk ik. Over comfy trui gesproken. Deze vind ik echt heel leuk. Het is een heel leuk lichtblauw kleurtje. En hij zit ook gewoon echt zo chill. Oh, en hij heeft ook nog iets wijdere mouwen. Dat is wel echt heel erg tof. Deze is €16. En deze zit echt nog fijner, want hier had je dan op de mouwen van zo'n dingetjes. Deze zit echt comfy. Dus dit wordt hem sowieso. Ze hadden hem echt in verschillende kleuren. Misschien moet ik beneden toch nog wel even goed kijken. Maar op zich vind ik dit wel leuk. Een keer wat anders dan anders. Meestal zou ik toch gewoon gaan voor basic zwart of grijs of nude. Ja, dit is heerlijk. Ik hou ervan. Dit blouseje is €13 en het is op zich wel best grappig als ik het zo zie. Ik twijfel een beetje. Ik vind het op de camera ziet er leuker uit dan als ik in de spiegel kijk. Want het zijn best wel een beetje van die kleurtjes van ik denk,
Maar op zich, het is wel grappig. Het is een heel klein beetje een doorzichtig stofje met allemaal bloemetjes. En bij de hals, ik heb het nu zo gestrikt, maar je kunt hem ook opentrekken. Dan zit het zo. Ik ga jullie laten zien wat jullie het leukste vinden. Zo kun je hem ook nog dragen. Op zich wel grappig voor 13 euro. Ah, ik ben zo blij. Dit is gewoon ongeveer dezelfde jas als dat ik net heb gepast bij Zara. Maar ja, hier dus van Primark. En hij is hier maar 25 euro. Deze wil ik echt sowieso. Ik was heel erg aan het twijfelen over de maat, want er hingen er nog maar 3. En deze was 34, ging nog 44. En welke had ik nou nog gepakt? Volgens mij ook een grotere maat. Oh ja, 44 dus. Dus die is denk ik sowieso te groot. Maar ik dacht dat 34 te klein zou zijn. Maar op zich valt het nog wel mee, vind ik. Nu heb ik dus die maat 44 aangedaan. En die vind ik eigenlijk op zich ook best wel chill. Omdat die dan gewoon wat oversized er valt. Dus nu hoef ik niet meer te twijfelen of ik hem überhaupt ga kopen. Maar nu twijfel ik echt over de maat. Kijk, dit is wel echt gewoon wat groter. Maar ik vind dat wel leuk. Dan kan mama hem ook nog aan. Die houdt hier ook van. Ik loop nu dus heel even bij de etalage van Primark. En oh my god, deze schoentjes zijn zo leuk. Waarom heb ik die net niet gezien? 10 euro maar. En daar zag ik ook nog hele toffe. Bordeaux rood, die vind ik ook wel echt heel leuk. Echt leuke dingen allemaal in de etalage. Het regent nu in één keer super hard. Dus ik sta hier al even onder het afdak te wachten tot het weer droog is. Dan kan ik zo meteen heel even lekker een hapje gaan eten. Ik heb met Dennis afgesproken in de stad. We gaan nog heel even lekker uit eten. En daarna is het weer Bios time. Dus super gezellig. Ik heb echt heel veel leuke items geshopt. Jullie hebben ze gezien. Ik ben echt super benieuwd wat jullie van de items vonden. Welk item zou jij willen shoppen als je in de stad bent? En welke items vond je misschien ook helemaal niks? Dat kan natuurlijk ook. Vond je deze video leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Ik zou het super tof vinden als je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's, al mijn vlogs. En laat vooral heel even in de reactie weten wat voor video's jullie nog meer zouden willen zien. Dat zou ik super tof vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!